en welkom bij week 1 van de challenge. Ik ga alvast beginnen met jullie een aantal tips geven die heel erg handig zijn bij het begin van de challenge. Wat er nu het belangrijkste is van een challenge is eigenlijk bedenken wat je doel is. Bij mij, zoals ik jullie al eerder heb verteld, is mijn doel eigenlijk een beetje een combinatie van aan de ene kant zou ik graag vollere billen willen hebben. Daar ben ik al ongeveer een jaar mee bezig om dat zo te krijgen. Het gaat best wel moeilijk eigenlijk. Maar dat komt omdat mijn allerbelangrijkste doel zijn eigenlijk helemaal niet die billen. Het belangrijkste doel van mij, en dat is gaandeweg ook wel een beetje veranderd, is dat ik me fit voel, me gelukkig voel, mezelf verzekerd voel. En dat zijn ook de dingen die ik jullie wil meegeven. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En dat je dan als doel hebt bijvoorbeeld dat je spiergroei wilt hebben of sterker wilt worden. Dat zijn allemaal verschillende doelen en daar kun je naartoe werken. Maar het allerbelangrijkste is dat je daar gelukkig van wordt. En dat dat echt is wat jij zelf wilt. Want dan kun je dat gewoon. Het allerbelangrijkste vind ik plannen. Je gaat een planning maken, pak je agenda erbij, ga een lijstje maken in je agenda. Wanneer ga je boodschappen doen? Wanneer ga je trainen? Hoe vaak ga je trainen? Hoe komt het uit met je werk? Heb je er ook echt tijd voor? Op het moment dat je het echt in je agenda hebt gezet, is het nou echt een agenda op papier of in je telefoon? Dat maakt niet veel uit, gewoon wat voor jou het prettigst werkt. Maar dan kom je er misschien minder snel onderuit en dan heb je het voor uitgepland, dus dan kun je er ook rekening mee houden. Ga je voeding bijhouden in de app en dat is in Fitnesspal. Waarom het zo handig is, is je kunt in Fitnesspal al je voeding de hele dag bijhouden. Dat is wel eventjes wat werk, maar als je dit een paar weken hebt gedaan, heb je er echt van geleerd. Je ziet namelijk precies welke voedingswaarden in wat zitten. Je kunt het zelfs met je telefoon scannen. En door middel van het werken daarmee leer je eigenlijk voeding een beetje kennen. Je leert etiketten lezen, je leert wat erin zit en je leert ook welke verhoudingen jij hebt aan het einde van de dag. Dus je ziet hoeveel eiwitten, hoeveel vetten en hoeveel koolhydraten jij binnen hebt gekregen. En zo kun je die verhoudingen goed in de gaten houden en kun jij op jouw beste verhoudingen gaan zitten die bij jouw doel passen. Haal geen junkfood in huis. Misschien is het moeilijk in jouw thuissituatie, misschien haalt je vriend, je man of je ouders van alles in huis waar jij moeite mee hebt om te laten staan. Maar als je zelf de boodschappen doet, alsjeblieft koop het niet. Ga ook geen boodschappen doen als je honger hebt, maar echt verstandig met je boodschappenlijstje. Als je namelijk alleen haalt wat je echt nodig hebt aan een gezonde voeding en je hebt verder geen andere dingen in huis, dan is echt de verleiding om andere dingen te gaan eten veel minder groot. Mijn beste ontbijt voor elke dag is eigenlijk altijd, ik maak een shake. Ik gooi er havermout in. Ik gooi er iets van fruit bij. Niet al te veel, maar wel om het iets een beetje zoeter te maken. Dan kies ik voor sojamelk, magere kwark of magere melk. Net een beetje wat ik heb. Daar maak ik dan een mix van. Naarmate van hoe vloeibaar ik het wil, doe ik soms nog wat water erbij. En ik drink het weg. Ik ben namelijk niet van de havermout koken en als pap maken, want dat vind ik ten eerste allemaal te lang duren en ten tweede vind ik dit ook lekkerder en je verhit het niet, dus het is ook nog eens gezonder. Tussendoor zou ik dus heel erg vaak gaan kiezen voor volkorencrackers met kipfilet. Als je erg van kaas houdt, kijk dan of je 20 plus of 30 plus kaas kunt gaan nemen. Als je houdt van vis, neem dan bijvoorbeeld zalm met een beetje avocado, wat kruiden erop. Maak het echt lekker voor jezelf. Je zult merken dat er heel erg veel variaties zijn. Ga op zoek naar lekkere combinaties van deze gezonde producten die op jouw boodschappenlijstje staan. Zorg dat je in ieder geval eiwitten hebt. De bijnodigheden, oftewel de supplementen. Elite Whey Protein. Dit is de normale versie. Dus dit is concentraat en isolaat bij elkaar. Het is een beetje de gemiddelde. Je hebt snelle, gemiddelde en langzame eiwitten en dit is de gemiddelde. Die neem je dus gewoon tussen je maaltijden door om je eiwitgehalte hoog te houden. Dit is ISO 100, dit is hydrolyzed. Dat is hydrocylaat, dat is de allersnelste vorm van eiwitten. Die moet je eigenlijk alleen na het sporten gelijk nemen. Hey Rosa! Wat? Die had ik al gezien bij iemand laat. Ah, lief, dankjewel. Deze hadden we niet meer inderdaad. Zet
en MG. Dit is ook magnesium zink. Voor na het slapen. Voor na het slapen. Voor het slapen. Protein bars. Ik heb degene uitgekozen met de minste suiker. En ook geen aspartame zo erin. Maar wel met aardig wat eiwitten. Whey protein is ook gewoon net zoals deze, de standaard medium eiwitten qua opnamesnelheid. En nog een zakje omdat het 1-1 gratis is. Dit zijn de, zoiets kleiner dan ik had verwacht. Casine eiwit. En dit zijn zo'n beetje de traagste eiwitten die er zijn. Je moet het een beetje zien als een soort timer beast. Het is ook heel dik. Het is heel langzaam opgenomen in je lichaam en het geeft ongeveer 7 tot 8 uur eiwit af. Dus deze moet je alleen voor het slapen gaan nemen. Oké. Ah ja. Protein. Pizza mix. Oh ja, die gaan we binnenkort uitproberen. Zullen jullie later nog op een andere video terug gaan zien. Ga jij me dan helpen joh? Pizza maken? Ja. Oké. Toppie, we kunnen er weer tegenaan. Dit is wel zo'n vol maandje of 2. Als je gaat sporten, zoek dan een sport die je leuk vindt. Je kunt bijvoorbeeld wel echt met superveel tegenzin gaan fitnessen omdat je denkt dat je moet fitnessen. Maar dat is helemaal afhankelijk van jouw doel. Kijk, eigenlijk ga ik in dit schema een beetje billen bouwen, is de bedoeling. Maar goed, dat zul je eigenlijk wel echt naar een sportschool moeten. Omdat je dan in de beginfase krijg je wel resultaat. Dan kan je nog zonder gewichten gaan trainen, kun je thuis gaan trainen. Maar wil je echt, wat ik wil, dat het wat voller wordt, dan zul je op een bepaald moment echt naar de sportschool moeten gaan om meer gewichten te gaan toevoegen aan je oefeningen en trainingen. Als je dat nou niet wilt, kijk, misschien wil je gewoon lekker wat strakker worden, wat buikspiertjes, gewoon wat minder vetpercentage. Dan kun je heel goed thuis trainen, buiten trainen. En eigenlijk zijn dan alle soorten sport wel goed voor jou, want het gaat puur alleen maar om calorieën verbranden. Dus of je nou buiten gaat rennen, of je nou yoga gaat doen, of je nou paard gaat rijden. Eigenlijk is het gewoon een kwestie van zoeken naar jouw passie. Wat vind jij nou echt leuk? En dat maakt het dat je het echt kunt volhouden voor langere tijd. Ik zelf vind bijvoorbeeld krachttraining vind ik best leuk. Maar ik hou er heel erg van om ook dingen met mijn lenigheid te doen. En wat afwisseling in sporten te doen. Dus de ene keer dan ga ik weer zoveel weken achter elkaar paardrijden. De andere keer ga ik weer 10 weken yoga doen. Ik hou heel erg van afwisseling, verschillende dingen. Dingen met mijn balans, met mijn lenigheid, functioneel training, krachttraining. En eigenlijk doe ik dan standaard 3 keer in de week krachttraining. En alles wat daarbij komt, dat pas ik dan een beetje aan op hoe ik mij voel. Ik ga bijvoorbeeld niet met vreselijke spierpijn, ga ik niet weer iets anders doen de volgende dag. Want ik realiseer me wel dat mijn spieren dan echt even moeten bijkomen. We gaan beginnen met de challenge en wel met het ontbijt. Het belangrijkste ingrediënt van mijn ontbijt is dit. Havermout! Nou, misschien wel. Misschien moet je meedoen. Nee, maar het kan geen kwaad. Gewoon voor je gezondheid. Ja, dat zou je ook. Deze dag. Samen sporten, jee. Is koffie. Niet normaal. Dat is een hele goede training, schat.
En dan nu nemen we een... snelle, supersnelle, hydrolyzed protein shake. Middag eten met het laatste beetje bacon in. Sorry, maar dat hadden we nog. Vandaag op dag 1 eten wij volkoren speldpasta met maagdur gehakt. En heb ik deze groenten erbij. Gewoon een pakket macaroni en spaghetti. Smakelijk! Yes. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze video. En ik hoop echt dat jullie wat aan de tips hebben. Ik hoop ook echt dat je vragen gaan komen. Dus hieronder je vragen stellen, dan zal ik die beantwoorden. Maakt niet uit of dat nou gaat over de voeding, over de training, over het schema, over allerlei dingen eromheen. En ik hoop dat jullie de komende weken met mij mee gaan doen. Dus ook al hoe het gaat, laat mij even weten. Dankjewel voor het kijken. Doei en tot de volgende week. Oh yeah.